En nu zag ik eentje, die was zo leuk dat ik dacht, ik moet dit hebben. Goedemorgen, we zijn zaterdag 14 december. Ik ben iets vroeger terug uit vakantie dan verwacht. Ik ga straks uitleggen waarom. Maar nu wil ik alvast deze vlog beginnen. We beginnen deze vlog met een rare engel. Die waarschijnlijk niet helemaal scherp is. En een glas lauw citroensap. Water met citroensap. Smaakt een beetje raar. Maar het schijnt gezond te zijn. Ik heb er ook niet zo super veel gedaan voor de eerste keer. Omdat ik gewoon echt fan ben van citroen. Het is wel een beetje veel. Ik ga ondertussen tafels doen terwijl ik het verder opdrink. Straks komen mijn vader, mijn zus, mijn toekomstige schoonbroer en later komt ook mijn andere zus. Vandaag is namelijk de verhuisdag van mijn jongste zus, dus ze komt in mei intrekken en dat wordt super leuk. Ik ga misschien haar kamer al een keer laten zien. Nu, voordat ze hier was, die kamer was vroeger mijn bureau. Nu niet meer. Deze lege kamer klinkt ook heel erg leeg. Voilà. Dat is niet de grootste kamer hier in huis. Hij is zeker veel kleiner dan de mijn. Normaal zou dat perfect moeten zijn voor mijn zusje. Nu mijn zus haar kamer, bed, latte bodem, nachtkastje. Dat is trouwens het Hemmes nachtkastje van IKEA. En een typische Alex-achtige kast. Trouwens, ik wist niet dat dat was, maar blijkbaar is het zo. Ik heb hier zo een schuif in een schuif. En de schuif neemt zo een patroontje. Mijn zus heeft zo een Dr. Who box en een Niffler pop, maar ook zo een andere Ariel pop. Ben ik mijn nieuwe Dyson stofzuiger aan het uittesten op mijn living. Nog een beetje van mijn rustzak. Ja. Ik heb meer spelletjes gekregen sinds dat mijn zus hier rond. Allee, mijn zus woont hier nog niet. Mijn zus komt hier volgende week wonen. Hey Google. Hey Google. Ik moet zeggen dat ik echt heel blij ben met mijn stofzuiger. Maar ik hou echt van Dyson stofzuigers, gewoon omdat ze draadlos zijn en ze zuigen echt heel goed. Ik heb nu dus de Dyson V8 parket. Daarvoor had ik de Dyson V8 voor een ander type. Maar ik ben blij van Dyson. We hebben het kader laten vallen, dus dit kader heeft geen glas meer. En hiervoor stond er een beeldje van een hertje. En die is jammer genoeg ook kapot. Het kwam van de Action, dus misschien volgende herfst kan ik een nieuw vinden. En mijn kerstboom is aangevuld. Met een aantal items die ik had gekocht in de kringloop, zoals... dit boompje, dit mannetje, deze Disney kerstbal. Nog zo van die, ook zo hier een schaatsertje. En hier. Zo.
Rijst met curry, butternut en een beetje mais. Ondertussen kijk ik The Christmas Prince, The Royal Baby. Omdat ik vroeger ben teruggekomen van mijn reis, mag ik vandaag geen cadeautje open doen. Ja. Ik heb ze daarvoor al open gedaan. Dus. Ik ben nu klaar in de living. Dus ik ga nu in de badkamer me omkleden. Ik wou trouwens ook nog eventjes meedelen wat ik van de film vond. The Christmas Prince, A Royal Baby. Of The Royal Baby. Ik vond het eigenlijk niet zo heel goed. Het was een veel slechter verhaal dan de eerste twee. En dat de eerste twee nog zo'n leuke Hallmark kerstmisfilmachtig was, was dit gewoon, ja. Het was gewoon een vervolg om een vervolg te maken. En het had totaal niet gehoeven. Het was zelf veel beter geweest als hij er niet was geweest. Dus ik kan hem ook niet echt aanraden om te kijken. Nu, ik vond het echt gewoon geen goeie film. Nee, echt geen goeie. En nu, tijd voor mij om te kleden. Je ziet dan zeg maar op 1 december wat ik achter. Ik wil trouwens misschien niet september 2020, maar 2021 tickets kopen voor de Disneyland run. Ik ben nu te laat om er nu nog tickets voor te kopen. Voor de volgende. Of zijn ze nu niet in verkopen? Maar ik die van vorig jaar dan komt. Ja. Ik wil sowieso ook weer meedoen aan de Disneyland run. Ja. Maar daarvoor moet ik eerst nog wat oefenen, want ik kan nog geen 5K lopen. En als 2021 is, zou ik mij het graag toestellen voor 10K. Als 2020 is, zou ik het graag toestellen voor 5K. En nu zag ik eentje die was zo leuk dat ik dacht, ik moet het hebben. Als ik mij aan het omkleden ben, 's morgens of 's avonds, vind ik het altijd wel leuk om gewoon eventjes YouTube te kijken. Momenteel was dat de eerste vlog met een vlog van Bon Color dat ik keek. Doordat ik op reis was, zat ik gewoon echt achter. Daarmee. En nu heb ik mijn gsm ook even in vliegtuigstand gezet. Want mijn schermtijd ligt momenteel niet aan. Dat ga ik sowieso nog wel doen, want ik vond het echt heel handig. Maar op reis was het echt verschrikkelijk irritant. Ja, gewoon omdat ik s'avonds laat nog wel wat FaceTime via Messenger met mijn ouders. Of dat ik 's morgens iets online moest opzoeken. En ja, dat is gewoon irritant. Het is trouwens de Pro Nails Deep Defense Hand Serum. Ik heb die ooit een keer gekregen, ik vind die wel handig. Handig en hij ruikt ook echt heel erg lekker. Ja. Mijn zus heeft ook wel van haar beauty productjes naar hier verhuisd. En kijk hoe leuk ze heeft de Kruidvat Originals lijn. Die wil ik ook op een dag. Als mijn producten van nu op zijn, tenminste. Mocht het trouwens ingewikkeld zijn voor jullie. Vandaag het grootste verhuisdag van mijn zus. Maar zij zelf komt hier pas
volgende week zaterdag gewoon. Dus het weekend net voor kerst. Het weekend waarmee dat de kerstvakantie voor de scholieren begint. Dit is trouwens de doos van mijn stofzuiger. Je ziet nog een keer de naam. En hij heeft verschillende hulpstukjes. En als je wilt, kan je ook aan de muur bevestigen. Bij mij gaat dat niet, omdat ik anders moet boren. En dat is echt zo opgezoomd, al die stukjes doos. Dit vind ik een handig stukje die ik wel regelmatig gebruik. Dit is zo'n tapijtstukje volgens mij. Of is, nee, dit is een tapijtstukje. En wat was dat dan? Ja, dit moet toch ook voor tapijten zijn. Het heeft ook zo'n velderstuk. Het staat waarschijnlijk allemaal in de handleiding, maar ik ben zo iemand die nooit de handleiding leest. Dus, ik ga niet met scharen mijn bed slapen. Nog rammeltjes uit de doos. En dat is de stekker. Eigenlijk ook wel redelijk compact van zo'n grote stofzuiger. Maar die heb je dus enkel nodig om de stofzuiger op te laden en daartussen niet. Het lijkt nu echt alsof ik een stofzuiger gekregen heb, maar jammer genoeg niet. Was genoeg geld. Ook mij weer mijn 3 geluksmomentjes van de dag genoteerd. Die van de maand oktober kan je trouwens... Nee, van de maand november. Wacht. Nee, oktober. Van de maand oktober kan je trouwens online lezen op mijn blog. Die van de maand november komen er uiteraard nog wel aan. Allee, tot de dag dat ik op reis vertrek. Want ik heb eigenlijk dat niet gedaan. Op reis, omdat er elke dag heel veel dingen waren om gelukkig over te zijn. Ik heb het af en toe wel een keer bedacht toen ik in mijn bed lag s'avonds. Maar ik heb ze nooit genoteerd. Degene die mij al langer volgen... weten dat ik begin van het jaar een flow kalender gestart ben. Met allemaal illustraties. En terwijl ik op reis was, heeft mijn zus die illustraties één voor één afgetrokken. En heeft ze bewaard, zodat ik ze kon zien als ik terugkom. En dit is de eerste keer dat ik ze zie. Dit is die van 28 november. Een heel leuke illustratie vind ik persoonlijk. 29 november. Iets minder leuk. Die is dus wel leuk. Zeker als je een katlover bent. Things I love. Als kat. Het is eigenlijk gewoon allemaal dozen. Oh, die is cute. Dit is trouwens van de Nederlandse, van Janice Dugger. Kijk, hoe mooi. Katrina Wilde is ook wel leuk. Allemaal bloemetjes en dingetjes. Ik hou de leukste prenten trouwens bij, eventueel voor mijn journal of zo. Ik weet nog niet wat ik mee doe. Ik heb eigenlijk nog geen enkele gebruik, behalve een paar zo voor kadertjes te vullen. Deze is ook wel echt leuk. Huige, zo dat Noorse of Deense woord. Allemaal dingen die daarbij horen. In de winter. Dus schaatsen, marshmallows roosteren, een warm tasje, kerstboom versieren, boeken lezen enzovoort. Deze is iets minder mijn stijl. Net als dus deze. Die vind ik wel weer leuk. Deze is van Evelien Honkoop, ook een Nederlandse. Die zou ik echt perfect in een kadertje kunnen steken. Die vind ik niet zo leuk. Net als die.
is hij zo een zetel gecombineerd met een mannetje. Deze is ook van de Nederlandse Agnes Lonstra. Ik weet nog niet. Deze is niet volledig mijn stijl. En deze is zo wel oké. Niet het beste, niet het lelijkste. Zo, dat waren ze. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vind het trouwens heel, maar dan ook heel erg jammer. Flow dit jaar een kalender doet met illustraties. Maar ja, niks aan te doen. Ik ga een andere scheurkalender moeten vinden. Ze hebben er trouwens wel, maar niet met illustraties. Oei. Ik had mijn kaars aanstoken, maar ik denk dat die uit gaat zijn. En nu ga ik verder lezen in het boek Grote Kleine Leugens van Liana Moriarty. Op mijn eerder reader. Het was een boek uit het bol.com plus abonnement voor e-books. Dus die ben ik aan het lezen. Ik ben deze trouwens aan het lezen op mijn Kobo Libra, denk ik dat hij noemt. Een heel handig formaat. Ik vind het ook heel handig dat het zo is, dat je echt zo voor kan vasthouden aan de ene kant zonder dat je op je scherm moet aanraken. Die heb ik trouwens speciaal gekocht voor vakantie en het was echt een goede investering, want ik heb er al fantastisch veel boeken op gelezen. Nu ga ik deze verder lezen. Dit boek is trouwens verfilmd. Big Little Lies. Een HBO-serie met Reese Witherspoon, als ik het juist heb. Of ik weet niet of dat heel online is. Denk het wel. En ik heb ooit gehoord dat de mix is tussen Pretty Little Liars en De Luizenmoeder. En dat klopt eigenlijk wel. Ik heb mijn haar nu naar achter gevlochten. Ik weet niet of dat goed zit. En het zal waarschijnlijk niet lang blijven zitten, want mijn haar is daar te kort voor. Maar nu ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Doedels!